Welkom. Leuk. Welkom dat jullie hier zijn bij de opening van de schoolbibliotheek. Je zal wel denken openen. De school is toch al lang open? Vorige week waren we hier al. En toen was de bibliotheek, stond ook al, nou ja, eigenlijk heel netjes hier. Hè, waarom dan een opening? Ja, nou, het is eigenlijk de 10e school in de gemeente Kampen waar een schoolbibliotheek geopend wordt. En dat is eigenlijk wel een beetje heel speciaal. En daar zijn we eigenlijk als school heel trots op dat we dat hier hebben mogen realiseren. Maar ook een beetje grote kansen voor Wilsum. We gaan er zelfs mee bezig dat al deze vaders en moeders hier ook boeken mogen komen halen. Niet dat hier een volwassen bibliotheek komt, maar internet heeft heel veel mogelijkheden. En tegenwoordig kun je al boeken reserveren. En het idee is dat de reserveringen hier opgehaald kunnen worden en weer ingeleverd kunnen worden. Ja, en als vaders en moeders aan het lezen gaan, dan krijgen de kinderen een goed voorbeeld. Ja, en misschien moedigen de kinderen de vaders en moeders wel aan. En het mooie van boeken is, die willen graag geopend worden. Ja, zo is dat met boeken. Boeken kunnen eigenlijk niet dicht blijven. Boeken willen geopend worden. En ja, jullie zijn kinderen en kinderen zijn altijd nieuwsgierig. Maar ook kinderen, die kunnen niet van boeken afblijven. Dat hebben we vorige week maandag wel gezien. Toen gingen de deuren open. En boom, iedereen vloog naar die bieb toe en die wilde die boeken aanraken. En daar heb ik ook nog een heel klein gedichtje op gevonden over. En maar doorlezen hoe leuk lezen is. Ik zal het voorlezen. Twee vreemde eenden keken in een boek. Ze keken naar de letters, naar de tekens, maar begrepen niet het allemaal zo goed. Ze konden wel wat lezen, maar het boek stond op zijn kop. Ik wil letters en er staan geen letters, riep er een. En hij gaf het boek een schop. Maar de andere eend bleef lezen en die las het boek in één ruk uit. En ik zie Martina al smachtend naar mij kijken van, wanneer mag ik nu? Ik was toch speciaal uitgenodigd. Dus we laten ons een beetje verrassen. Heel zeker, lezen is echt het allerbelangrijkste vak op school. Want lezen geeft je de steun voor de rest van je leven, net als een lekker bed. Dus als je goed kan lezen, dan kan je alles. Dan kan je heel goed naar de middelbare school laten, dan kan je gaan studeren. Het lezen is de sleutel voor alles. Ik wil wou met jullie lezen, net zoals ik dat vroeger heb geleerd. En die levende letters, die zitten hier. Die heb ik. Weet je? Ik wil heel hard van hier horen. Ik hoor hem wel, horen jullie hem ook. Hoe heet je, roep ze heel hard? Sophie. Ja, daar zit hij in, echt heel goed. Daar komt op de baan. Even kijken. Ik heb een deskundige lezer. Lees eens voor hardop wat hier staat. Graag. En dan lezen we heel hard wat er staat. Allemaal tegelijk. Dus ik tel eerst op 1, 2, 3. Ridderboek! Er zijn nog veel. 1 voor meisjes en 1 voor jongens. Ridderboeken die hier in het oosten van het land spelen. Dus dat is het cadeautje voor de hierbij geopende. Moet je ook zeggen. Bedacht. Nou, gefeliciteerd. Applaus.
Joshua. En Joshua, jij hebt dit bedacht. En waarom, hoe had je dat bedacht? Hoe kwam je daar zo bij? Lees je weer? Of wil mama echt veel voor? Dat hoop ik. Weet je, ik denk dat de tijd op mama nog meer voor gaat lezen. Want jij hebt ook een boek. En dat is mijn allernieuwste boek. Het is van dit jaar. Het is een voorleesboek voor kinderen. Nou, kan niet beter. En het heet Kinderen met een ster. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Het is volgens mij het eerste boek voor. Ik ga zo een handtekening zetten, dat mag. En dan geef ik jou bij deze de prijs. Meneer Joshua, hartelijk gefeliciteerd. Je heeft het op dat feest gedaan. Allereerst wil ik twee moeders verschrikkelijk bedanken, want die hebben keihard gewerkt om alle boeken in de computer te stoppen, nieuwe stickers erop te doen. Daar staan ze, Alma en Marlijn. Ik heb ook geschreven over een hele familie en dat zijn altijd een sprookjesfamilie. En ik ben benieuwd of jullie herkennen uit die sprookjesfamilie. Je zegt nou, die weet ik. Ja, daar is Roodkapje heel goed. Zie jij er nog een? De wolf. Waar is die? Oh, ik zie hem al. Van de blauwe zeemermin hebben wij ook een boek uitgelaten. Ja, nou dat is heel goed. Ja, de kleine zeemermin. Ja, precies. En hebben jullie ook deze kleine zeemermin? Ja. Ja, want die heb ik geschreven. Ja, heel goed. En ik zie daar een meneer met een mooie bril. De Chinese nachtegaal. De Chinese nachtegaal. En waar is die? Ja, Dennis, je moeder. Ik ben wel vergeten. Laat maar erin. Maar Roman is niet gek hoor, jongens. Zo'n rare, zware stem, die heeft mijn moeder niet. Jij bent vast de boze wolf. Oh, wat een slimmerik. Hij draaide zich om en hij liep weg. Oeh, dat ging maar niet goed, jongens. Voeten zien? Ja, hier dan. Kijk door. De wolf stopte zijn boot door de brievenbus. Aha, kijk daar jongens. Is dat mijn moeders boot? Nee. Mijn moeders boot is wit. Je bent vast een boze wolf. Ik ga ervoor zorgen. Jij hebt gelijk. Ik moet zorgen dat mijn boot wit wordt. Ja, net als die van de geitenmoeder. Allebei. Allebei. Liep het oudste geitje naar de deur. Wie is daar? Ik ben je moeder. Ik ben wat vergeten. Laat mij erin.
alsof je zijn poot mag zien, gilde Roman vanaf de wc. Die van de wolf is bruin. Mag ik je poot zien, vroeg het oudste geitje. En een witte poot verscheen door de brievenbus. En deze? Nou, deze ga ik vandaag niks over vertellen, maar 8 oktober in de kinderboekenweek ben ik in de bibliotheek van Kampen op zaterdagmiddag. En dan mag je gewoon zelf komen. En daar ga ik iets meer over dit boek vertellen. Nou, vind ik een goede vraag. Hartstikke goed. Ja. Er zijn hier wel van dit boek misschien wel 10.000 gedrukt. Oei. Nou moet je voorstellen dat ik niet al die 10.000 boeken thuis zit te knutselen. Ik typ het verhaal op de computer. Nou, net als jij, want je typt het verhaal op de computer. Ja, dat gaat gewoon precies hetzelfde. Ik doe het net als jij. En dan typ ik en dan typ ik en dan haal ik mijn eigen foutjes er weer uit en dan lees ik het nog een keer. Het zijn heel veel bladzijden, dus ik ben maar even bezig. Ben ik dan klaar, dan stuur ik het naar de uitgeverij. En daar zit iemand en die heet Manja en zit een meisje Eefje. En die gaan samen lezen ze wat ik heb geschreven. En dan gaan ze de foutjes er nog uithalen. Ik ga dan tekenen, maar dan heb je los papier en los tekeningen. Dan gaat het naar de drukker, zo'n grote kopieerfabriek. En die maakt dat het allemaal precies op dezelfde manier eruit gaat zien. Die gaat het allemaal kopiëren. En dan is er speciaal een andere fabriek, dat is de binder, en die maakt de kaft. Dus die doen dat met dat kartonnetje. Dit is ook een omslag van een boek. En dat drukken ze dus gewoon op een papiertje. En dan eigenlijk plakken ze dat er omheen. En dan zit er in zo'n bol, moet je je voorstellen, als je zo kijkt, dan zit er hier een kartonnetje in. Er zit hier een heel dun kartonnetje in en er zit hier nog een kartonnetje in. En daar plakken ze dit omheen en daar plakken ze dan weer een mooi velletje overheen, dat je die lelijke randjes niet ziet. Dus zo doen ze dat. En dan is dit, klinkt dan ook heel makkelijk, maar bijvoorbeeld Rick maakt alleen maar de tekening. En dan is er weer speciaal iemand die de letters er mooi op zet. En die maakt dan zo'n dingetje erop. En die heeft deze achterkant ook bedacht. Dat heet de vormgever. Dus er zijn eigenlijk heel veel mensen die aan het boek werken. Ik ben maar het begin. Ik begin met het verhaal en dan gaan er wel 10 mensen mee aan het werk. Ja. Krijg je ook geld van boeken of zo? Ja, het is altijd grappig. Want altijd de mannen vragen altijd hoe zit het. Krijgen we 10% en dat is dus 1,20 euro krijgen we per boek met z'n tweeën. Heb ik het meeste geschreven en hij iets minder getekend, dan krijg ik bijvoorbeeld in dit geval denk ik 80 cent en hij nou 40 cent. Maar laten we zeggen dat ongeveer 50 cent krijgt van zo'n boek. Ik krijg ook geld als je een boek in de bibliotheek leent en dat is voor ons heel belangrijk. Want van die verkoop alleen kan ik het niet hebben. Van elke uitlening in de bibliotheek krijg ik geloof ik nou misschien 10 cent, nog niet eens. Maar al die centen bij elkaar van al die boeken die van mij in de bibliotheek staan, dan krijg ik in december een bedrag. Ik krijg in het voorjaar krijg ik geld van alle boeken die verkocht zijn. En dan ondertussen ga ik ook nog op school boeken zoeken. Dus zo bij elkaar moet ik het een beetje bij elkaar sprokkelen. En dan kan ik er wel van leven, maar het is geen gekkenhuis. Dus veel boeken bij de bibliotheek leven jongens dat niet. Het heet een surco. En dat betekent, sur betekent over in Frans. Een co een kot en dan is een soort blouse. Dus je draagt het over, het is een soort overgooier, over een blouse. En Tim, hou maar laag, want je krijgt lamme armen. Is deze voor dames of voor heren? Wat denk je? Dames. Ja, ik zal laten zien, misje. Kom maar, zoek het tussen. Ik zeg niks, maar. Klopt. En je hebt hier één ding aan de waslijn bestonden, niet in de hele tijd. Wie weet wat het is? De onderbroek. Nee, de onderbroek. Heel goed. Die onderbroek die is nog niet uitgevonden. Onderbroeken kwamen pas 2 jaar later. Niemand had nog een onderbroek aan. Meisjes hadden gewoon lange rokken tot op de grond. Dus nou, je zag toch niks. En het was heel handig, want als je onderweg even nodig moest, tilde je rok op, hop, even op straat en liep je weer door. Deze is echt voor heren. En ze hadden geen onderbroek aan. Hier zat een spleet. En die kon je gewoon zo uit elkaar trekken. Nou, hoe je aan de voorkant dat moet doen, dan hadden ze ook zo'n spleet. Dan moest ze al plassen, dat snap je wel. Dan maken de jongens dat even. Als die dan wel moesten, trok ze het even uit elkaar. Hoep, kon je het ook zo op straat doen. Dus net zulke smeerkezen als de meisjes. Ik ga straks iets meer over de achtergrond van dit boek vertellen. En maar voordat ik dat ga doen, hebben jullie misschien al wat vragen. Nou, brand los. Ik ben benieuwd. Hoe vindt u het om beschrijven te zijn? Ik heb volgens mij het leukste boek van de wereld. Nou, denk ik dat de juf ook wel zegt dat ze het leukste boek van de wereld heeft. Ik vind dat de juf het één na leukste boek van de wereld heeft. Hoe bent u erop gekomen om beschrijven te zijn? Nou,
ik wou het al in groep 5, 6 een beetje, dat kan ik ook bewijzen. Toen schreef ik al zelf boeken met mijn beste vriendin. Nou, ik ben nu oud, ik ben 57, dus die boekjes zijn ook stokoud. Maar ik kan wel zien dat ik heel serieus mijn best deed. Ik schrijf rond ook, kan zien. Nou, ik begrijp meteen dat ik heel hard een tekenaar nodig heb. Want ik ben niet beter gaan tekenen sindsdien. Ik ga de achterkant ook even laten zien. En aan de achterkant staat echt zo'n verhaaltje achterop waar het boek over gaat. Dat heet een flaptekst officieel. En het is ook het is echt een serie, want bij deze staat ook erop. Dit is het eerste boek van de muizenserie. En deze andere is het vierde boek van de muizenserie. Dus ik ben heel jong met schrijven begonnen al. En ik heb er nog veel meer hoor, want ik maakte dit met mijn beste vriendin Caroline. En dan gingen we na schooltijd naar haar kamer, zo'n hele mooie zolderkamer. En dan gingen we samen aan het schrijven. En het zijn dus vier delen waren er in de serie. En zij schreef deel 2 en deel 3. Dus ik ben al heel jong begonnen met schrijven. Is er iemand die zegt, ik heb voor me ook nog een dringende vraag die niet in het interview zat? Ik heb er zelf een boek van u. Leo in kamp Westerbork. Ja. Ja, dat is een hele goeie. Ben je in Kamp Westerbork geweest? Nee. Nee. Nou, als je daar bent, dan kom je Leo tegen. Want Leo Meijer, dan zie je in de tentoonstelling hangen foto's van Leo. En Leo is een bijzonder jongetje, want Leo heeft van zijn 7e tot zijn 9e in Kamp Westerbork gezeten. En weet u allemaal wat Kamp Westerbork is? Ja. Ja? Ja, oké. Heb je het over gehad? Nou, hij heeft daar lang gezeten. Want heel veel mensen zaten daar gevangen, maar moesten eigenlijk vrijwel meteen door naar het oosten, zoals dat werd genoemd, naar de kampen daar. Hij heeft al lang gezeten, want zijn vader was apotheker in Kamp Westerbork. Dus hij had een baan geregeld. En omdat hij daar vader er zo lang zat, en die apotheker was, die vader heeft briefjes die Leo heeft geschreven, de brief van Sinterklaas bijvoorbeeld, weet je wel, ja. En tekeningen die Leo heeft gemaakt, uit het kamp gesmokkeld en aan een oude assistente van de bibliotheek gestuurd. En die naar Nel. Nou, Nel heeft dat dus allemaal bewaard. En Nel heeft de oorlog overleefd. De vader van Leo heeft de oorlog ook overleefd. En na de Tweede Wereld was de moeder van Leo dood. Leo was dood. En de vader is opnieuw getrouwd met Nel. En die hebben nog 3 kinderen gekregen. En met die 3 kinderen heb ik ook contact gehad. Ik heb die spullen gekregen, te zien gekregen van Leo. En dat kan gelezen. Ik heb met de kinderen contact gehad. Ik ben echt op zoek gegaan ook waar heeft Leo gewoond. Ik heb voor zijn huisdeur gestaan. En ik ben door de stad gelopen. En gekeken waar zat hij op school. En zo langzamerhand gaat Leo dan leven in mijn hoofd. En zo ben ik aan informatie over Leo gekomen. En heel bijzonder. Ik was daarmee bezig en toen belden ze op uit Westerbork. Zei ze, Martien, er is iets bijzonders gebeurd. Er liep hier een mevrouw in de tentoonstelling. En die zag een foto van Leo hangen en die zei, maar dat was mijn buurjongen, daar heb ik altijd mee gespeeld. En die mevrouw ben ik op bezoek geweest en die wist nog heel veel dingen. En haar verhaal van Jeanne, nou, zij zit ook in het boek nu, zij haar verhaal heb ik ook in het boek gebruikt. Dus zo is dat gekomen. Oké, jongens, iets meer over dwars de storm. Hoe ben je aan het verhaal gekomen? Want ik ga natuurlijk niet zomaar denken, dan komt er een verhaal uit, zo gaat het niet. Nou, hier, aan dat gebied, daar ligt die nieuwe gemeente Oldambt. En daar kreeg ik van die wethouder een rondleiding. Want ik moest over dat dorp rijden. Bij een stukje verder rijden, hup, uitstappen. Zie je het hier? Ja, ik zag er helemaal niks. Een bubbeltje in het weiland. Nou, ze hebben hier stond vroeger een heel bijzonder klooster. En zo ging het de hele dag plaats. Ik wil nog 1 ding laten zien. Ik weet het al, zei ik. Niks. Nou, nee, hij was toch echt belangrijk. Wie weet wat dit is? Want de echte Hollanders die woonden aan de ene kant en de Molukken die daar kwamen, die woonden aan de andere kant, aan de slechte kant. Ja, precies. Als het dan het hoge water komt, dat is niet altijd, maar af en toe, dan gaan hier schotten in. En dit stuk, in die dat gat in die dijk, dat heet een coupure. Dat is gewoon Frans voor een knip. En die coupure kan dicht in tijden van nood. Nou, wij rijden door die coupure en toen kwamen we in de laatste polder die in Nederland is gemaakt, de Karel Conrad polder. En dat is zo. Daar is echt helemaal niks. Heel bijzonder, want heel Groningen heb je geen bos en hier toch een heel bosje bij elkaar. We gingen daar naartoe en voor dat bosje stond dit bord. Wat is dit? Wat is dit voor soort bord? Ja? Het is een platte grond. Ja. Uitstekend, je hebt helemaal gelijk. Het is een platte grond van wat er daar op die plek heeft gestaan. En toen zei ik, oké, daar gaan we over schrijven. Die plek, wat er daar gebeurd is. Dus ik dacht, samen
Dan zij over die andere cultuur schrijven, ik over die Groningers. En zo is het voorkomen.